De stichting Kinder- en Jongerentelefoon KJT heeft vanmorgen met de slogan Wees een held en meld, stop misstanden tegen kinderen haar nieuwste campagne gelanceerd. Het doel van deze campagne is mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe. Voor de campagne wordt er gebruik gemaakt van een poster met een uil als symbool. De stichting heeft daarvoor gekozen omdat de uil vele karakteristieken heeft van waakzaamheid. Volgens Jacinta Jongalok, waarnemend directeur van de KJT, vond de stichting het nodig de aandacht van de samenleving te vragen voor dit probleem. Vooral na alles wat zij gezien hebben en ook gemerkt hebben wat kinderen meemaken op de scholen en in de buurthuizen. Eigenlijk overal waar kinderen zijn. Kinderen hebben problemen en we vonden het nodig als de KJT om de aandacht van de samenleving te vragen. Toch? Die kinderen kunnen zichzelf niet helpen. Ze hebben ons nodig. En ergens merkten we toch dat heel veel wij, volwassenen, eigenlijk ons met onze handen ervan af wilden blijven. En dat kan niet. Als wij die kinderen niet helpen, dan kan niemand ze helpen. Dus met deze campagne roepen we iedereen op. Toch? Alleen de instanties zullen het niet kunnen doen. We hebben de burgers nodig. Iedereen om daadwerkelijk kinderen in Suriname veilig te houden. Jongelok zegt verder dat de stichting vanaf eind 2016 mensen heeft benaderd mee te helpen met deze campagne. Wij willen dat de meldingen vermeerderen. Dat is het effect dat we willen hebben, zegt de KJT-directeur. Het is eigenlijk een campagne voor vroegtijdige signalering, melding en interventie bij misstanden tegen kinderen. Dat betekent dat het niet moet gebeuren, maar als het gebeurt, willen we dat het zo snel als mogelijk gemeld wordt, zodat er zo snel als mogelijk een oplossing kan komen of hulp geboden kan worden. Dus dat is het idee. Kijk, de KJT is een hulplijn en we moeten het hebben van meldingen. En niet wij alleen, alle partners in het kinderbeschermingsnetwerk moeten het helpen van meldingen. En als wij zien dat mensen vaak toch wel heel terughoudend zijn om te melden, allemaal om hun eigen reden, maar toch moet er gemeld worden. Dus we moeten die obstakels kunnen overbruggen en zeggen dat als wij dat kind niet helpen, dat kind geen hulp gaat krijgen. Dus wij wilden met deze campagne echt mensen vragen, zet je in de rol van een held. Jij bent een held voor dat kind als je meldt. Dus vandaar wees een held en meld. Jacinta Jongelok, waarnemend directeur van de stichting Kinder- en Jongerentelefoon KJT. Ze sprak vanmorgen na de lancering van de nieuwste campagne van de KJT met als slogan Wees een held en meld, stop misstanden tegen kinderen. De lancering is gehouden in het Courtyard bij Marriott Hotel. Deze bewustwordingscampagne duurt tot en met 20 november.